Devin, je hebt niet stilgezeten afgelopen week. Vertel eens. Nee, het was, waren leuke vijf dagen. Wat heb je gedaan? Met Nederland zelf al onder 18. Hebben we een oefeninterland gespeeld tegen Italië. Ja, dat waren vijf leuke dagen. 5-0 gewonnen ook. Ja, ook nog. En ja. Jij maakt ook na een minuut of 10 maak jij een doelpunt. Ja, ik mocht in de 60ste minuut mocht invallen. En in de 70ste minuut scoorde ik al. Dus. Ja, het is natuurlijk een mooi moment om bij de buurt voor het Nederlands elftal te mogen scoren. Dus. Komt er ook nog eens bij, want een paar weken geleden, NAC, hier thuis, maakte je ook je eerste goal voor de Graafschap. Mm-hmm, ja, ook nog. Ja, toen inderdaad hier op de Vijverberg en dan nu voor het Nederlands elftal. Dat is natuurlijk ook een soort droom die voor je uit kan weer. Dus. Zit je dan een beetje in een soort van roes of bleef je het allemaal heel nuchter? Of denk je ook wel eens van wat komt er allemaal op me af in korte tijd? Ja, als ik eenmaal in het veld stond, dan besef je dat niet helemaal. Maar nee, dat ga je toch wel even denken van ja, je scoort toch wel voor het Nederlands elftal onder 18. Maar nee, verder blijft het wel redelijk nuchter onder. Wat was het voor een goal? Het was een rebound. Iemand schoot, maar die keeper die tikt hem terug en kon hem zo inleggen. Dus. Dat is wel opmerkelijk toch, 5-0 winnen van Italië? Ja, dat hadden we zelf ook niet helemaal verwacht. Want Italië heeft natuurlijk altijd een hardwerkende ploeg. Die willen niet verliezen en verdedigen staan ze vaak goed. Maar nee, deze wedstrijd was Italië niet heel... Heel sterk. Dit was een oefeninterland. Wat is verder het perspectief, ook voor jou? Ja, het is natuurlijk weer afwachten of we erbij zitten. Maar ik geloof binnenkort, volgende maand is Oostenrijk. Twee oefeninterlands weer. En dan die maand erop is een vierlandentoernooi. Dus hopen dat we daar weer bij mogen zijn.